Misschien wel grappig om te laten zien. Drie verschillende D-Star portofoons. Oh jee. Bliep. Van drie verschillende generaties. Dit is de eerste generatie D-Star apparaten. Die waren heel simpel. Het is een ICU-82. Weegt alleen op 70 centimeter. En is er ook voor 2 meter. Maar deze is alleen voor 70. Dit was mijn eerste D-Star porto. Deze heeft lange tijd is in gebruik geweest bij de stream op online receivers. Ja, het ding is redelijk spartaans. Het display is, zoals je ziet, heel weinig uitgebreid. Het is slecht leesbaar. User message is lastig. Call sign informatie is lastig. De bediening is lastig. In feite is het een professionele portofoon die professioneel voorzien kan worden van een encryptieprintje. Op die plaats komt bij de D-Star versie het D-Star printje te zitten. Is ook niet goedkoop, maar wordt tweedehands nog wel eens voor een redelijke prijs aangeboden. Maar goed, het is wel een professionele porto. Ik heb gisteren nog kunnen constateren dat hij nauwelijks warm wordt bij de rechtstreekse D-Star ronde. Wat een groot voordeel is ten opzichte van de andere twee. Die lijken overigens erg op elkaar, ze zijn wel degelijk verschillend. Je ziet de andere kleur van het display, ze zijn ook een stuk minder, er zit een verschil in dikte in. Maar ook in mogelijkheden. De IC92, die is van de tweede generatie. Overigens de antennes, deze is origineel, die van de 82, de andere zijn niet origineel. Hè. Dit is een 805 van Diamond en dat is een 209 van Comet. Deze zijn natuurlijk de beide ontvangers, dus je kunt het display zo dubbel zetten. En dan heb je analoog een tweede ontvanger en analoog en digitaal de eerste ontvanger, zeg maar. Voor de rest zijn de verschillen niet zo groot. Het is wel een fijn portotje om te bedienen, moet ik zeggen. Dit is de IC80, hè? Of officieel eigenlijk de IC E80D. Het ding heeft een behoorlijk grote cijfers op het display, dus als je met een bril moet kijken is dat wel handig. Hij heeft wel het nadeel dat je geen hoofd- en kleine letters in de user message kunt zetten. Dus als je dat belangrijk vindt, dan kun je beter de IC92 nemen. Hij heeft een meer intuïtieve bediening, zeg maar. Dat is wat het meest in het oog springt. Dat hebben alle derde generatie apparaten. De mensen die wat meer ervaring hebben met D-Star vinden dat vervelend en soms lastig. Ben je nieuw voor D-Star, dan is het echt veel eenvoudiger. Dus het vergt een wat andere denkwijze. De selectie van repeaters en al van dat soort dingen. Het is wat meer automatisch en wat meer voor de hand liggend, zeg maar. Maar als je D-Star goed kent, juist weer wat minder. Hè? Ja, verder zijn de verschillen niet zo vreselijk groot tussen de andere twee. Ze zijn alle twee 2 meter en 70 centimeter. Hebben alle twee een ontvanger die van 1,5 MHz tot 1 GHz doorloopt. AM, breedband FM, narrow FM, dat zit er allemaal in. Hè? Dus de verschillen zijn verder niet zo groot. Als je per se twee ontvangers wil hebben, is de 92 de betere keuze. Die is ook een stuk duurder en is ook uitgebreider. Heeft ook spraakopname en allerlei andere fratsen die erin zitten. Dat heeft de 80 niet. Maar de 80 is wel een heel fijn apparaat om mee te werken en om mee om te gaan, vind ik. Het ligt wat prettiger in de hand ook. Dus ja, dit is net waar je voorkeur ligt. Hè? En als je erg oranje gezind bent, moet je natuurlijk ook de IC80 hebben.